President Chandrika Prasad Santokhi is terug in Suriname na zijn deelname aan de 31ste Afreximbank Annual Meetings en het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum op de Bahama's. Tijdens zijn verblijf benadrukte het staatshoofd het potentieel van nauwere samenwerking tussen Afrika en het Caribisch gebied met een focus op economische, culturele en educatieve uitwisselingen. President Santokhi voerde ook gesprekken met Afreximbank-president Benedict Orama over mogelijke samenwerkingsmogelijkheden in sectoren zoals olie, gas, toerisme, vastgoed en landbouw. Er wordt gewerkt aan een handelsmissie later dit jaar om economische banden te versterken en schulden gunstiger te herfinancieren, wat Suriname meer fiscale ruimte moet bieden.